Goedenavond. Ze is de vrouw van terreurverdachte Samir A. De man die verdacht wordt van het plannen van aanslagen op politici, op het gebouw van de AIVD en op een El Al vliegtuig. Abida Kabai, moeder van twee kinderen. Ze steunt haar man door dik en dun. Nog nooit eerder deed ze voor de televisie haar verhaal. Nu wil ze praten over het videotestament, over de gezondheid van Samir, maar ook over de opstelling van justitie. Ik ben juist meer van hem gaan houden door alles. Ja. Ben je trots op hem? Ik ben heel trots op hem dat hij tot nu toe zo sterk is gebleven, ondanks alle dingen die op hem afkomen. Ja, zo dadelijk het verhaal van Abida Kabai. Maar eerst, wie is Samir A? Voor justitie geldt hij als de verpersoonlijking van het beramen van terreuraanslagen in Nederland, Samir A. De bekendste terreurverdachte van ons land is een 20-jarige Nederlandse jongen van Marokkaanse afkomst. Hij groeit op in Amsterdam-West. Daar gaat hij naar school en bezoekt de als radicaal bekendstaande Tawhid Moskee. In 2003 komt hij voor het eerst in beeld bij justitie. Begin dat jaar reist hij naar Tsjetsjenië om daar samen met moslimstrijders te vechten tegen het Russische leger. Bij de grens wordt hij echter teruggestuurd. In oktober 2003 wordt hij voor het eerst aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Bij een huiszoeking worden kunstmest en chemicaliën gevonden. Wegens gebrek aan bewijs wordt hij vrijgelaten. De tweede arrestatie volgt in juni 2004. A wordt aangehouden nadat de supermarkt waar hij werkte wordt overvallen. Volgens het OM zou hij de daders van de overval hebben geholpen. Deze keer vindt de politie tijdens de huiszoeking plattegronden van strategische doelen. Ook nu krijgt justitie het beramen van de aanslagen niet bewezen. A wordt vrijgesproken. Bij het verlaten van de rechtbank gaat hij een cameraman en een persfotograaf te lijf. Er volgt een derde arrestatie, 14 oktober 2005. Deze arrestatie maakt deel uit van een gecoördineerde actie van de AIVD. Er worden 7 mensen aangehouden, waaronder A. De groep zou op zoek zijn naar wapens en concrete plannen hebben om aanslagen te plegen, onder meer op politici en het gebouw van de AIVD. Er wordt bij A een afscheidsboodschap op video aangetroffen. Op dit moment zit Samir A nog in voorarrest. Op 16 oktober wordt zijn zaak behandeld. Samir A is getrouwd met Abida Kabai. Aan de vooravond van zijn proces doet justitie er volgens haar alles aan om haar man geestelijk te breken. Reportages van Sibe Sietsma en Roelof Bosma. Niemand weet eigenlijk waar het allemaal om gaat en niemand kent zijn zaak. Ze zien hem op beeld zo aankomen en dat nemen zij als beeld van, het beeld van Samir. Abida Kabaj, echtgenote van Samir A. Hij is een van de belangrijkste terreurverdachten van justitie. Zij heeft nooit eerder een televisieinterview gegeven. De zorgelijke situatie rond haar man is de reden dat ze nu de publiciteit zoekt, zegt ze. We interviewen haar in een hotel in Den Haag, de stad waar ze woont. Normaal draagt ze geen gezichtssluier, maar nu wil ze onherkenbaar blijven. Nou, ik wil liever niet herkend worden op straat. Ik heb wel eens met dreigementen te maken gekregen. Ik heb 2 kinderen en heb ik liever niet dat ik herkend word. Vandaar. Samir A, 20 jaar pas. Justitie krijgt geen vat op hem. Tot 2 keer toe is hij aanleiding voor een nationaal terreuralarm. En hij is de eerste Nederlandse terreurverdachte met een videotestament. Samir A. zit in Alphen aan den Rijn in voorarrest in afwachting van zijn rechtszaak op 16 oktober. Tot afgelopen vrijdag. Dan wordt hij overgebracht naar een speciale terroristenvleugel met streng regime in de extra beveiligde inrichting in Vught. Abida Kabaj zegt zich grote zorgen te maken over de situatie van haar man, omdat hij lijdt aan een chronische darmaandoening. Eind vorig jaar moet hij daarvoor nog met spoed opgenomen worden in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Volgens haar heeft Samir zijn medicijnen tegen die darmaandoening niet meer gehad sinds hij werd overgeplaatst naar Vught.
En het is al een keer eerder gebeurd en heel veel mensen hebben hem toen ook gezien dat hij fel overbeen was. En dat zal nu weer gebeuren als hij niet zo snel mogelijk zijn medicijnen krijgt. Wanneer moet hij ze hebben? Zo snel mogelijk. Hij is al veel te laat. Hij hoort 3 keer per dag te slikken en hij heeft nu al 4 dagen niks meer geslikt. En wat gebeurt er met hem als dit nog een paar dagen zo doorgaat? Nou, dan zal die ontsteking dus weer verergeren en dan zal hij gaan bloeden, dan zal hij vermageren, misselijk worden, geen eten meer binnen kunnen houden. Eten wat binnen is, kan niet meer worden opgenomen door de dikke darm. Nou, met alle gevolgen van dien. Volgens Abida kan haar man zich niet verdedigen nu hij lichamelijk verzwakt is. Ze vermoedt boze opzet bij justitie. Ja, ik denk de druk opvoeren, want dat is wat er gebeurt nu. Hij wordt onder druk gezet wat betreft zijn gezondheid. Hij kan zijn dossierstukken ook niet inzien. Die zijn nog steeds niet overgeplaatst naar de nieuwe inrichting. Terwijl al lang duidelijk is dat hij die stukken nodig heeft zo vlak voor de rechtszaak. En je advocaat maar 1 keer per week kunnen bellen, terwijl je vlak voor een rechtszaak wel vaker met je advocaat wil spreken. Dat is toch ook niet toevallig. Bent u boos? Ja, ik ben heel kwaad, ja. Dat dit zomaar kan hier in Nederland. Ik bedoel, we weten allemaal wat er in Guantanamo Bay aan de hand is en de geheime CIA-gevangenissen. Maar dit begint er al een klein beetje op te lijken. Ik bedoel, hij wordt totaal geïsoleerd. Hij zit in een koude, donkere cel met ongedierte. Hij krijgt geen medicijnen. Hij heeft geen recht op waar andere mensen wel recht op hebben. De rechtsgang wordt ook gesaboteerd op deze wijze. Dus ja, zijn rechten worden gewoon ontnomen. Bijna 26 jaar is Abida Kabbaj. De half Nederlandse, half Marokkaanse is nu 3 jaar getrouwd met Samir A. Tijdens het interview maakt ze een evenwichtige indruk. Ze denkt goed na over wat ze zegt. Over sommige onderwerpen wil ze niet praten omdat het de zaak van haar man zou kunnen schaden. Vindt ze het gerechtvaardigd om geweld te gebruiken? Om zo de Nederlandse staat omver te werpen? Nou, in belang van de zaak geef ik daar liever geen antwoord op. En daar zal hij zelf ook nader over verklaren. U staat niet terecht. U kunt daar voor uzelf misschien wat vrijer over spreken. Hoe staat u daarin? Nou, geloof mij, ook mijn woorden tellen mee in deze zaak. Ik ben niet... laat ik het hierbij houden. Zelf is Abida Kabbaj nooit terreurverdachte geweest. Haar leven verandert vanaf het moment dat ze met Samir een relatie krijgt. Invallen in haar huis, geschaduwd en afgeluisterd worden door de AIVD. Een privéleven heeft ze al lang niet meer. Oorzaak is haar man, die ze ondanks alles blijft steunen. Pedofielen hebben meer rechten dan mijn man. Dus ik vind het sowieso niet toelaatbaar. We hebben toch de universele rechten van de mens, waar er altijd zo op gehamerd wordt hier in Nederland en elders. Maar in geval van mijn man en mensen zoals hij, gelden die regels ineens niet meer. Maar uw man wordt ook beschouwd. Niet zomaar als iemand die de wet heeft overtreden, maar als een van de belangrijkste vijanden van de Nederlandse staat. Ja, maar tot nu toe is dat nooit bewezen. En tot nu toe is hij alleen maar vrijgesproken. Dus ik denk dat dat wel wat zegt over de hele gang van zaken. Verwacht u dat hij dit keer ook vrijgesproken zal worden? Ja, dat verwacht ik zeker. Op basis waarvan? Op basis van het dossier waar niks in staat. Er zijn geen concrete dingen, er is helemaal niks. Nou, maar ja, dat is aan de rechter. Zijn videoboodschap, zijn testament uitgezonden op televisie. Dat zou behoorlijk belastend kunnen zijn. Maar daar zal hij zelf een verklaring over afleggen in de rechtszaak. Ik heb wel vaker meegemaakt dat er een testament, een zogenaamd testament wordt gevonden. En ook toen is aangetoond dat het niks voorstelde. En ik ga ervan uit dat het nu weer hetzelfde is. Maar Samir zal daar zelf een verklaring afleggen in de rechtszaal. Dus dan weten we meer. U heeft die uitzending ook gezien. Die uitzending heeft veel indruk gemaakt, hè, in Nederland. Wat vond u ervan toen het werd uitgezonden? Nou, Samir kennende weet ik dat het niks voorstelt. Dus ik moest erom lachen. Neemt u het serieus? Nee, ik neem het niet serieus, nee. Helemaal niet? Nee, en verder kan ik er niet op ingaan, want Samir zal hier zelf een verklaring over afleggen.
Sinds oktober vorig jaar zit Samir vast. Eerst in Zoetermeer en tot vorige week in Alphen aan de Rijn. In beide gevangenissen zou hij getreiterd en gekleineerd worden door het personeel. Het ergste vond ik dat tijdens zijn ziekte, op het moment dat het zo erg was dat hij 's nachts op de grond lag... En maar bleef aanbellen van ik heb hulp nodig, dat er dan gewoon gezegd werd in, ja, we komen zo wel langs. En dan kwam er gewoon niemand langs en dan kwam er 's ochtends een bewaarder langs van leef je nog? Dat soort dingen. Dus hij werd totaal niet gerespecteerd en er werd ook totaal niks gegeven om zijn lijden, zeg maar. En het is ook zelfs een keer geweest dat een bewaarder zijn cel binnen is gegaan en een bladzijde uit zijn Koran heeft gescheurd. Bewakers die geen respect zouden hebben voor het heilige boek van de moslims. Wat doet dat met terreurverdachte Samir A? Nou, wat zou het met jou doen als je zo behandeld wordt? Ik denk dat niemand het leuk zou vinden. Dat kan ik me heel moeilijk voorstellen, want ik zit niet in de situatie. Nee, maar als je op een manier wordt behandeld die niet menselijk meer is op een gegeven moment... Ik denk dat dan iedereen... zoiets heeft van, wat krijgen we nou? Nou, ik stel de vraag omdat ik me goed voor kan stellen dat Samir verder radicaliseert. Dat zijn afkeer tegen het systeem alleen maar groter wordt door de manier waarop hij wordt behandeld. Nou, ik denk dat hij daar ook zelf over zal verklaren. Samir A. Hij veroorzaakte tot twee keer toe een nationaal terreuralarm. Hij is de bekendste terreurverdachte van Nederland. En hij verklaarde Nederland de oorlog in zijn videotestament. Die man is volgens zijn vrouw in werkelijkheid een vredelievend persoon en een goede vader. Een zachtaardige jongen die van vogels houdt. En twee kleine kinderen heeft. Ja. Liefdevolle vader. Ja, zeker. Staatsvijand nummer 1? Nee, absoluut niet. Volgens u niet? Nee. En volgens sommige rechters ook niet. Die hebben me vrijgesproken. Precies. Bent u trots op hem? Ik ben heel trots op hem dat hij tot nu toe zo sterk is gebleven, ondanks alle dingen die op hem afkomen. Ondanks al het lijden, want hij lijdt. Hij lijdt heel erg. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou, die vraag stel ik mezelf ook heel vaak. En ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Maar zoals het er nu uitziet, niet echt rooskleurig, denk ik. Want ik denk niet dat ze hem met rust zullen laten. Voordat ze krijgen wat ze willen. Tot ze krijgen wat ze willen, zegt u. Ja. En wat is dat? Levenslang. Denk ik. Heeft u nog wel een toekomst? Of heeft uw huwelijk nog wel een toekomst? Ik hoop het. Dat is in de handen van Allah. Justitie laat weten niet te willen reageren op individuele gevallen. Ook niet in het geval van Samir A. In de studio de advocaat van Samir A, Victor Koppen. Meneer Koppen, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit gesprek met Abida is gisteravond opgenomen. Hoe is het nu met Samir? Nou, gelukkig heeft hij inmiddels zijn medicijnen gekregen, dus daar ben ik erg blij om. Maar wat zij zegt over de belemmeringen van de verdediging, dat blijft natuurlijk onverkort. Ik moet zeggen dat ik ook buitengewoon ontstemd was om zo kort voor de aanvang van het proces deze overplaatsing naar Vught te zien. Dat was eigenlijk nergens voor nodig. Kwam die onverwacht voor u trouwens? Ja, want er was bij hem geen enkele vooraankondiging geweest. Dat was bij anderen wel het geval. En eigenlijk ook het Openbaar Ministerie vond het niet juist dat dit zo vlak voor het proces gebeurde. Maar kennelijk vond de minister dat wel. Ja. Heeft het uitblijven van die medicijnen te maken met die overplaatsing? Nou ja, omdat hij zo hals over kop is overgeplaatst naar Vught, werd er geen rekening gehouden met zijn medische toestand. Gelukkig is dat inmiddels hersteld, maar het tekent wel het beleid van justitie met betrekking tot hem, ja. Want is hij zieker geworden in de afgelopen dagen of valt dat wel mee? Nou, het is geloof ik nu wel weer onder controle, maar hij heeft natuurlijk meteen wel weer last gekregen, want die medicijnen zijn dwingend voorgeschreven. Ja. Weet u waarom hij is overgeplaatst? Ja, het past in het plan van justitie om binnen Vught een speciale terrorismeafdeling te maken. Hij is inmiddels nummer 6 of 7 die daar nu zit. En
Waarom precies daar alle vermeende terroristen geconcentreerd moeten worden, dat is mij niet duidelijk. Maar het past wel in een algemeen plan. Ja. Dus deze heeft niet te maken met het feit dat de rechtszaak eraan komt en dat ze hem nu daar willen hebben? Nee, want andere cliënten van mij zitten daar inmiddels ook. En die hadden niet een zaak aanstaande. Nee. Hoe zit hij erbij daar? Hoe zijn zijn omstandigheden? Nou ja, beroerd. Verdediging wordt belemmerd, zoals net al gezegd. Maar het is ook een buitengewoon vervelend gebouw waar die zit. Het is de oude TEBI, dus de vroegere EBI, de extra beveiligde inrichting. En een heel moeizaam regime, slecht contact met familie. Ongedierte, zei Abida. Ja. Heeft u dat waargenomen? Nee, ik ben niet in zijn cel geweest, maar ik begrijp dat het zo armoedig allemaal van binnen is dat er allerlei ongedierte zou lopen. Maar goed, dat weet ik verder niet. Ja. Is zijn behandeling strijdig met de wet? Dat is nog te vroeg om te beoordelen. Waar ik mij nu in eerste instantie over zorgen maak is of ik een goede verdediging kan voorbereiden en te zijn tijd kan voeren. En daarna zullen we wel bekijken. Waarom zou dat niet kunnen? Hij mag u één keer per week bellen, geloof ik, maar u mag hem wel bellen, toch? Jawel, maar goed, ik moet natuurlijk nog veel met hem voorbespreken. Het probleem is dat hij zijn dossier nu niet heeft, al zijn aantekening niet heeft. Dat heeft ook met die verhuizing te maken? Ja, ja. Dus die kunnen wel erachteraan gestuurd worden, zodat hij ze morgen heeft, bij wijze van spreken? Dat hoop ik en daar ga ik vooralsnog van uit. Ik heb geen reden om eraan te twijfelen, maar het wordt allemaal wel krap dag, ja. Ja. Abida zei een paar keer, hij gaat de verklaring afleggen. Wanneer is dat en waar? Nou, hij heeft gisteren al een uitvoerige verklaring afgelegd bij de rechtercommissaris. Maar die hebben wij niet gezien? Die hebt u niet gezien. Die zal natuurlijk tijdens het proces besproken worden. En het is bepaald denkbaar dat hij ook tijdens de zitting op een aantal vragen van de rechters antwoord zal geven. Dus dan zal hij meer gaan vertellen? Ja. Ja. Videotestament, onlangs vertoond in Nova. Abida zei erover, ik moest er erg om lachen. Toen dacht ik, dat gold vast niet voor u, toen u er voor het eerst van hoorde. Nou, dat valt reuze mee. Kijk, dat videotestament dat zat al bijna een jaar in het dossier, dus ik kende dat al. U wist dat het er was? Vanzelfsprekend. U wist ook wat erin stond? Natuurlijk. Maar dat lijkt me toch een belastend onderdeel? Nou ja, kijk, ik heb me buitengewoon opgewonden over die uitzending van Nova. Ik vind het niet fatsoenlijk dat die video daar getoond is. Dat is een video die onderwerp van debat hoort te zijn in de rechtszaal. En alles wat ik over die video te zeggen heb, zal ik ook daar voeren op de plaats waar het hoort, namelijk tegenover de rechtbank. Maar het lijkt me niet bijdragen aan zijn verdediging. Nou ja, u probeert er nu op een andere manier. Maar ik wil niet inhoudelijk op... U wilt er inhoudelijk niks over zeggen? Nee. U zegt, ik schrok er niet van toen ik het van hoorde en nee, zag. Want na 3 dagen was dit al onderdeel van het dossier, ja, dus ik wist het al lang. Ja. 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 Abida verwacht vrijspraak, u ook? Ja. Want? Waarom zegt u dat zo stellig? Het is in Nederland gelukkig nog steeds zo dat je op basis van het bewijs wat vergaard wordt in het kader van opsporingsonderzoek tot het oordeel moet komen, de rechter moet tot het oordeel komen dat iemand wettig en overtuigend veroordeeld kan worden voor de te lastenlegde feiten. En dat wat er gevonden is aan belastend materiaal is wat mij betreft zodanig onvoldoende dat een vrijspraak onvermijdelijk is. Opnieuw. Niks, zei Abida. Er is niks gevonden. Nou ja, er is natuurlijk wel iets, want de rechter heeft tot nu toe steeds besloten dat de voorlopige hechtenis moest voortduren. En dat kan alleen maar als er ernstige bezwaren zijn, zoals dat heet, dus ja. Een ernstige verdenking. Maar al met al zal het onvoldoende zijn, naar mijn stellige oordeel, om tot een veroordeling te komen. Oké, we wachten het met u af. Dank voor uw komst.